allemaal, superleuk dat je kijkt naar deze oudejaarsspecial van Babbelhap. Vandaag heb ik een superleuke gast. Ik denk dat heel veel van jullie haar wel kennen. Vandaag gaan we twee gerechten maken die heel erg leuk zijn voor oudejaarsavond. Want over precies een week, als jullie dit kijken, is het oudejaarsavond. Dus dan hebben jullie nog genoeg tijd om ze na te maken. Mijn gast is vegan en ze heeft meegedaan aan een datingshow en daar viel ze ook op door haar liefde voor diertjes, maar ook door haar vrolijke karakter, haar spontaniteit, hoe lief ze is, haar vrolijke kleding. Misschien weet je al over wie ik het heb. Ze heeft ook het programma gewonnen. Ja, het is namelijk Kimmy. Hallo! Oh, zo lief wat je over me zei. Ja, het is wel heel waar. Lief. Het is echt heel lief, dank je. Asje. Ik vind het helemaal spannend om hier te zijn. En ik ben dus echt niet de keukenprinses. Ja, dat ik doe alsof. Erg. Dat is niet erg. Dus ik hoop maar dat het goed gaat. Ik hoop dat je een brandalarm hebt, want die weet je nodig. Kimmy, wil jij voor de mensen thuis die jou niet kennen, of de mensen die je wel kennen, vertellen wie jij bent? Ja, nou, ik ben Kimmy en ik ben 25 en ik kom uit Amsterdam. Of nou ja, ik kom uit Hilversum, maar ik woon in Amsterdam. En nou, ik heb onlangs meegedaan aan Love Island en dat heb ik gewonnen. Niemand weet hoe, maar ik heb het gewoon gewonnen. Echt heel bizar blijft dat heel ook. Leuk. En ik heb daar de liefde gevonden. En ja, dat een beetje. En ik zei net tegen jou, dat wist jij natuurlijk niet, maar mijn ouders, mijn kijkers weten dat misschien wel, hebben elkaar dus ook leren kennen door een datingshow. Dat is echt zo toevallig. Ja. Echt vet grappig. Heel en leuk. En jullie zijn dus ook nog samen en jullie zijn ook nog samen. En hoe het er nu naar uitziet, blijven jullie ook wel samen. Ja, ik wil met hem blijven. Ik gaat wil met hem trouwen. Met mijn prins. Echt heel leuk. Superleuk. En wat weten de mensen bijvoorbeeld nog niet over jou misschien? Wat jij over jou gaat. Over mij weten. Misschien is het wel grappig om te weten dat mijn lievelingseten vlees was altijd. Echt? Ja, biefstuk, saté, kip, alles. Sperrips. Ja, dat was gewoon mijn lievelings. Tot ik dus besefte van, ik moest een keer mijn eigen biefstuk bakken. Want biefstuk met brood was echt mijn favorite altijd. Ja. En toen haalde ik het uit die verpakking. En ik was denk ik 18 of zo. En toen besefte ik me dus dat het bloed was waar het in lag. Ja, heel vies. En toen dacht ik, eeuw. En toen ging ik het wel bakken en eten. Maar toen bij elke hap dacht ik, het staat me gewoon een beetje tegen. En toen dacht ik, eigenlijk hou ik mezelf zo voor de gek. Ja. En toen ging ik naar Bali. En toen, toen had ik bedacht van, want ik vond het dus heel lekker. Dus toen ben ik op dat moment gestopt. Want ik hoorde heel veel dat mensen Bali belly kregen van dus vlees ook. Ja. Dus dacht ik, oké, dan is het een mooi moment om daarmee te stoppen. Ja. En toen ben ik gestopt met vlees. En toen later ben ik dus vegan geworden. Maar gewoon door dat ene moment? Ja, en ik schreef dus, in vriendenboekjes schreef ik ook als kind, Kimmy, en dan lievelingseten, vleesje. Wow, bizar. Want dan krijg je echt niet per se heel veel kinderen dan. Nee, iedereen doet patat of pizza. Ja. Ik deed vleesje. Gaat het goed mee? Vleesje. Ja, echt dat ziek. Was goed. Ja, grappig hè. Maar dat vind ik, ik ben dus geen vegan, maar ik volg heel veel vegans. En ik ja, dat is toch ook leuk? Gewoon leuk om alles... Ik heb heel veel respect voor mensen die vegan zijn. Leuk, lief, ja. Maar ik vertelde jou net al, ik kan niet tegen soja. Mm-hmm. En ik kan niet heel goed tegen bonen. En dan zit je dus al heel lastig met vleesvervangers, maar ook met eiwitten uit bonen en zo. Dus ik ben wel echt heel erg geminderd, maar ik ben nog niet daar. Maar ik vind het zo fantastisch als mensen vegan zijn. Ja, ieder zijn eigen ding toch? En ik laat ook altijd een ander... Ja, en jij deelt ook geen cruel dingen of zo erover. Nee, dat deed ik eerst wel. Voor Love Island deed ik dat wel, alleen heel veel mensen me ontvolgen. Ja. En toen dacht ik, ja, ik wil ook niet mensen afschrikken. En ook niet jonge meiden die me volgen, dat ze dan denken, oeh, weet je wel. Ik ben dus op een gegeven moment heel veel van dat soort accounts gaan volgen. Wel goed. Omdat ik dus dacht, Charlotte, als jij dit ziet, ga ik niet meer eten. Maar toen ging ik samenwonen met een vleeseter en een vleesetende dochter. Mm-hmm. En toen vonden ze mij op een gegeven moment heel vervelend worden. Omdat ik steeds zei, dat heb ik ook. Dit heb ik gezien, dit heb ik gezien. En toen dacht ik, weet je, ik ga hier nu even mee stoppen met dit kijken. Maar inderdaad, plantpedagoog, jij volgt haar vast. Ja. Zij komt ook in Babbelhaft. Oh, leuk! Ja. Oh, leuk! Zij, ik vind het toch wel altijd heel inspirerend om te zien. Ja, is ook. Vind ik ook. En ik volg ook al die meiden. Ja. En ik vind het ook weer heel inspirerend. Ja. Leuk. Heel leuk. En ik heb mijn gerecht, dus daar zit vaak ei in wat ik ga maken. Maar dat hoeft dus niet. Dus... Oh, wat chill. Top. Nou, dat is heel chill. Ja, maar we gaan nog lang niet naar mijn gerecht. We gaan eerst naar jouw gerecht. Tijdens Love Island ging ik dus op een gegeven moment voor Kenji tofu maken. Ja. En ik ging helemaal stuk dat hij ook in die aflevering zegt van... ja, het is echt lekker. Moeten jullie echt eens proberen? Ik zo heb er schattig. Zo om gelachen ook toen ik thuis zat. Want ik dacht, ja, die jongen doet het een beetje voor mij. Maar die denkt echt van, wat geef je me? Probeer je me te vergiftigen. Hij meende het, toch? Ja, hij meende het, serieus. Hij vond het echt lekker. Ja. En gisteren had ik ook weer tofu gemaakt. Vond hij ook heel lekker. En hij is nog steeds niet weer aan dood gegaan. Dus het gaat nog steeds gewoon goed heel als leuk. Hij het eet. We gaan dus een vegan eiersalade maken. Ja. En dus op drie manieren gaan we, dat hadden we een beetje samen bedacht, van hoe kunnen we het nou leuk voor oud en nieuw serveren? Ja. Wij gaan het dus in tomaatjes... Ja? Komkommertjes en toosjes. Yes. Heel leuk. Oké, jij mag gaan vertellen wat de ingrediënten zijn.
Oké. 125 gram stevige tofu, gemalen kurkuma, currypoeder, verse wieslook, een harig mannetje, peper en zout, kala malak, oftewel zwart zout. Ja, en wat is dit? Want bijna altijd ken ik rare speciale dingen en dit kende ik niet. Dus ik ging het bestellen. Je moet het even ruiken. Zal ik het openmaken? Het is gerookt, toch? Nou, je weet meteen wat ik bedoel. Ik heb het gegoogeld. Het geeft een gerookte smaak van ei of zo. Oh. Ruikt toch naar ei? Maar vind je dat dan niet vies als vegan? Het is echt eierig. Ik vind ei Nee, want ik vind ei heel lekker. Oh. Ik vind het heel lekker, maar... Wat grappig. Ziek, hè? Het ruikt echt naar ei. Vind je niet? Ja. Het is gewoon dat als je bijvoorbeeld wil dat het lijkt op een omelet of dat het lijkt op een gebakken ei, ja, dan kan je dit erop doen, ja, en dan smaakt het dus echt een beetje naar ei. Wow. Grappig, maar hè? Het is dus optioneel, want dit kan je niet echt in elke supermarkt kopen. Nee, soms hebben ze het ineens bij de TK Maxx of zo en soms hebben ze het ook bij de Jumbo ineens. Ja. Maar het hoeft zeg maar niet. Je kan ook gewoon peper en zout doen. Ja. Kurkuma en curry hoeft ook niet. Je kan ook kipkruiden is vaak ook vegan, kan je ook erop doen. Je kan eigenlijk, omdat tofu zeg maar zo'n neutrale smaak heeft, kan je het kruiden hoe je wilt. Ja. Komkommer. Tomaatjes en dan toosjes. Oh, hier. Ja, heel leuk. En deze waren ook vegan. Ik dacht, die kan je echt vullen. Heel leuk. We gaan beginnen. Dan gaan we dus nu naar de... How-to. Nou, de how-to. Ik denk dat het beste is om de tofu te laten uitlekken even in, dus bijvoorbeeld keukenrol. Oh ja. Doe ik altijd met een vork. Het is een beetje raar misschien. Oh, nee. Ja, dan maak ik er een soort van roerei van. Dus dan haal ik het zo eruit. Ja. En dan doe ik het even bakken, want ik vind als je tofu bakt altijd lekkerder dan wanneer je het zeg maar rauw doet. Helemaal goed. En het moet dus hier even op uitlekken. Oh, ja. Dan doe je dus dit zo, laten uitlekken. Ja. De ene keer gaat beter dan de andere keer. Kijk, en als je dan dit doet, dan wordt het een soort van... Grappig. Heb je misschien iets waarmee ik het... Ik kan het hier misschien vasthouden. Als je het zo dan draait, en ik doe zelf als ik bijvoorbeeld eet op een broodje, dan doe ik gewoon plakjes. Ja. Dat vind ik gewoon al makkelijk. Maar als je echt een soort van ei ding wil maken, dan kan je dus dit doen. Is dit de eerste keer dat je dit nu laat zien? Gaan op einde, zeg maar. Ja. Hebben wij nu de primeur? Ja, de mensen hebben echt vaak gevraagd. Ja, leuk. Maar dat... Dit is net een soort van uitgesteken knutseld hartje op school. Het ziet er echt raar uit, maar dit is altijd een beetje moeilijker. Die binnenkant gaat goed. En dan vaak doe ik van die buitenkant, dat gebruik ik dan gewoon, dat bak ik later dan zeg maar gewoon los. Oh ja, ja. Want dit kan je niet zo chill zo uit elkaar halen. Hey, hoe kan dat dan? Maar kan je dit niet gewoon... Ik moet even kijken, ik ben nu nieuwsgierig. Het is wel grappig, hè? Je kan het toch gewoon Ja, je kan het wel, doen? Ja. Alleen... Of is dat minder Ja, goed? Ik hou niet zo van dat gevoel. Oh, maar het kan... Mag ik dit nu dan doen? Ja, je mag het wel doen. Ik vind het niet vies. Alleen, ik heb gewoon... Ik hou niet van dingen die... Beetje raar, maar ik hou niet van dingen die lekken. Ook als ik een kiwi eet en hij lekt, dan word ik helemaal... Oh. Is dat een fobie? Ja, dat denk ik wel, Want dit lijkt een beetje op een stuiterbal die je uit elkaar aan het gooien bent. Kneedgum. Nou, dit is denk ik een beetje het idee. Wow, dit ziet er echt uit als een soort van roerei die niet gekruid is. Wat apart. Grappig, hè? Maar ja, eigenlijk moet ik het eerst bakken. Oh ja, we gaan het bakken. In olie? Ja. Wat voor olie? Heb je olijfolie? Olie in de pan? Ja. Het ziet er zo erg uit als roerei. Grappig, hè? Heel, heel leuk. Ja. En het heeft dus heel veel eiwitten ook. Je kan er eigenlijk alles van maken. Dat vind ik zo chill eraan. En moet het echt een beetje bruin worden ook? Ja, het moet wel. Het duurt wel even, hoor. Het is gewoon echt even bakken. Oké. Het moet echt een beetje bakken. Ja, net als een ei eigenlijk. Knip even zijn kapseltje een beetje korter. Ja. Ik zie een nieuwe roeping. Ik heb dus wel echt altijd het gevoel gehad dat ik kapper wilde worden. Oh, dat lijkt me ook wel iets voor jou, omdat je zo gezellig kletst. Ja, ik vind het dus bij de kapper ook altijd heel leuk. Ja. Ik vind dit heel lekker, want het doet me dus denken aan ui. Bosui. Ja, daar doet het me echt aan denken. Ja, en dit is de kurkuma. Ja. Dit is curry. Ja, currypoeder. Dat is gewoon heel lekker. Ik vind sowieso als je kookt en die currypoeder, dat vind ik altijd zo chill. Ja. Eigenlijk moet je gewoon goed smaakmakers hier aan toevoegen. Ja. Dat is eigenlijk het punt. Gewoon. Dat is echt inderdaad. Want het smaakt, het is een soort spons. Het smaakt naar niks en het neemt alles op. Nou, dit gaat wel goed. En dan kan je dus die kala malak. Ja, het is dus zwart zout. Ja. Oké, dit een beetje erop. Oh, dat is een beetje veel. Zo. En je kan dus, ik doe ook niet altijd met al die kruiden. Ik doe gewoon met wat ik heb. Ja. En je kan het ook zonder kruiden. Ik vind tofu gewoon met peper, zout ook lekker. Hoe maakt u het dan op Love Island? Peper, zout en ze hadden dit. Ze hadden zwart zout. Oh, en ik wou zeggen, ze hadden toevallig. Daar waarschijnlijk niet veel. Maar dat nee, is wel... maar heel toevallig dat ze dat hadden. Hè? Hadden ze achter bij de productie, hadden ze het staan in de keuken. Heel grappig. Heel grappig. Ook geen idee wie dat dan heeft bedacht. Maar je gebruikt het... In veel Indiase gerechten, zo gebruik je het volgens mij ook. Ik wil het even proeven ook al.
Klein beetje kan dat, toch? Het is kijk, zo'n... Oh, dit is heel lekker al. Ja? Oh, dit is zwanger ei. Ik doe nu even de mayo erin. Ik ben heel erg verbaasd, het is zwanger ei. Ja? Ja. Heel licht in de nasmaak proef ik dat het tofu is, maar... Oh! Oké, één. Ik doe even op gevoel. Dit is een theelepel, toch? Ja, eigenlijk wel. Maar dan heel dik. 3. En nu 4. Dit is wel 4 al, vind ik. Ja, oké. 5, 6, 7. Wow, jongen. Zal ik alles erin doen? Ja. Lekker. Ik zou hem gewoon omkieperen. Oh, ik vind het heel leuk. Leuk, hè? Ja, en die kleurtjes. En je kan dus ook als je paprika doet, dan paprika poeder, dan is het weer meer rood, ja. Oh, het ruikt wel heel lekker. Zo, het is echt heel lekker. Ik vind de geur van ei dus heel vies. Oh! En ik ruik nu die geur en denk, oh, ik ruik ei. En dat is wel heel apart. Ja, maar dat is dus echt dat zwarte zout. Bizar. Ja, dit is het eigenlijk gewoon. Maar ook omdat je op sommige stukjes een soort donkere kurkuma ziet, lijkt het net eigeel. Ja, inderdaad. Hoe dan? Dit is toch eiersalade? Grappig, hè? Wat grappig. Beetje zout, peper. Nou, dit is het eigenlijk. En het ruikt echt lekker. Zo. Ik was ook echt verbaasd toen ik het ging oefenen. Echt grappig. Zo. Oh, ik denk dat ik weet wat je wil doen. Zo. Ja, dit is top. Ja, toch? Heel slim. Ik vond het ook wel goed. Oh, wat cutie. Wat leuk. Het is helemaal een soort hapje. Wat schattig. Dit is heel leuk. Ik ga dit denk ik echt doen. Dit is echt geweldig. En waarom vonden we dit leuk voor nieuwjaar? Ja, omdat het hapjes zijn. Ja, klopt. Maar ik ben normaal, als ik dan met kerst of zo met vriendinnen wat moet maken, dan krijg ik helemaal gewoon daar error van. Maar dit is toch, dit zou jij doen. Dit is heel simpel. Ja, want dit kan ik en dan denk ik ook wel dat ze het lekker vinden. Maar ik krijg gewoon, ik voel heel veel druk en ik kom altijd terug bij wraps. Weet je wel, dat je dan wraps gaat maken met iets. Mm-hmm. Maar ja, dat is niet echt heel gezellig. Het ziet er niet heel gezellig uit. Nou, op zich vind ik dat ook wel leuk op een borrelplankje of zo. Maar dit is echt heel leuk. Ja. Oh, geweldig. Ik ga dit wel echt maken, denk ik. Moet ik er hier ook 3 van voor het... Ja, heel leuk. Even beeld. Ik vind het ook leuk. En ik hou er ook van dat je niet de hele dag bezig bent. Ja. Zo schattig. Ik denk dat hier nog wel een kwakje op mag. Eeuw, een kwakje. Lekker, joh. Daar kan ik je niet mee helpen. Schat, gewoon even een kwakje op die tomaat. Ja, ik ben dus blij dat het, dat het allemaal niet zo lang duurt, zeg maar. Ja. Ik ben echt een ongeduldige meid. Eigenlijk ben ik ook heel ongeduldig. Maar we werken allebei met kinderen. Dat is toch wel bijzonder. Maar werk jij nu nog met kinderen? Nee, nu eigenlijk niet meer. Maar wel heel lang gedaan. 7 jaar gedaan. Maar heb je tot Love Island gewoon nog gedaan? Of? Ja, toen ben ik daar... Ja, ik kon niet zo lang op vakantie, dus ik moest zeg maar uit dienst, omdat ik niet 5 weken vrij kon nemen. En ik wist ook niet of ik 2 weken weg zou zijn of ik er tot het einde in zou blijven, dat wist ik natuurlijk niet. Toen ben ik daar dus uit dienst gegaan. Ja. En dat vond ik wel heel moeilijk, want ook kindjes die ik sinds baby af aan dan heb gehad. Oh ja, natuurlijk de opvang. Ja. Dat vond ik wel heel moeilijk. Ja. En nog steeds ga ik best wel vaak langs, want dan mis ik ze. Ik mis ze echt. Het is ook een raar idee dat je... Sommige kindjes heb ik dan van... 3 maanden of 6 maanden, bijvoorbeeld tot 4, dat ze naar school gaan. Dat is wel echt heel bijzonder. Ja, dat is echt heel gek. En dan zijn ze in hun leven bijvoorbeeld bijna net zoveel met mij geweest als met hun ouders. Bizar, weet je wel? Raar, hè? Ik ben ook nog later teruggegaan naar mijn oude kinderen en ik vond het zo leuk. Ja, oh, dat is echt leuk. Maar die kids bij jou, herkennen je die jou dan nog? Ja. Die zijn heel jong. Ja, maar ze, de meeste herkennen me. Of ze zeggen, juf Pimmy. Oh. Ze weten het nog ongeveer. Dat maar heel leuk. Schattig. Ja, maar dat is ook wel echt leuk. En doe jij helemaal niet meer lesgeven dan? Nee, alleen bijles. Oh ja. Oh, dit is heel leuk! Woord van de dag is wel echt leuk. Sorry, jongens. Ja, we zeggen heel veel leuk. Leuk, leuk! Sorry, maar het is... Ja, je wordt er wel blij van, toch? Ik ben heel blij, want het ziet er zo tof uit. En blije kippen, want de kippen die zijn ook blij nu. Dat is geweldig. In België zeggen ze dus niet alcoholist, maar alcoholieker. Echt? Schattig, hè? Alcoholieker. België is sowieso heel schattig. Ja, het klinkt heel lief. Ik vroeg ook wel eens aan Lena bijvoorbeeld van... Als je echt heel boos op me bent, wat zeg je dan? En als zij zo iets, dan dacht ik... oké. Ik kom niet echt boos over. Nee. Heel schattig. En Kenji zegt alleen maar... Als ik echt boos ben, dan merk je het wel. Maar ben jij niet te direct dan voor de Belgen? Ja, ik vraag alles. Ik ben echt een zieke flap uit. Ik zeg gewoon... Wil jij ik denk, nee, ik kan het niet. Ik ook niet. Ik was ook bang dat ik dat moest doen bij Love Island als ik binnen zou komen. Normaal schiet ik, maar dat mag nu niet. Okay. Ik ga wel gillen dat je het weet. Ik heb het altijd. Ik schrik ook heel snel. Ik kan niet gillen erbij, sorry. Soms heb ik als ik moet schrikken, dan ga ik ook huilen. Oei. Kom maar door. Huilen, dat is zielig. Ja, als je mij laat schrikken, ga ik janken. Oh, trouwens, dat heb ik ook. Ik zeg altijd, je mag mij niet laten schrikken. Of is er party zo? Hey. Ja, hoe moet dat zo, hè? Je bent een party animal. Wat een roze champagne. Lekker, man. Nou, dit is wel heel leuk. Taste test.
Ik ben benieuwd. Cheers. Cheers. Ga je wel echt eten? Eentje moet toch wel kunnen? Romig ook. Top. Ja, heel lekker. Dit is echt een toprecept. Neem gewoon nog een hapje. Het is heel chill, hè? Ja. Heel veel smaak. Het smaakt echt naar ei. Heel goed. Hoe is het met tomaat? Goeie combi zeker. Ik kan natuurlijk ook lekker wat toastjes erbij leggen. Gewoon dippen. Wat je lekker vindt, kan je gewoon erin doen. Ja, maar het is ook wel lekker om gewoon met een lepel te eten. Ja, je kan het ook lekker zo uit je handje eten. Ja, op brood. Helemaal lekker. Oké, top. Geslaagd. Voor wij naar mijn gerecht gaan, gaan we door naar... Niet de kookwekker, maar het vragenvuurwerk. Oh, spannend. Oh, die champi stijgt dan naar mijn hoofd. Heerlijk. Yes. Jij gaat nog uit, helemaal lam. Oké, het vragenvuurwerk. Oké, ik ben benieuwd. Ik ga vragen stellen over oud en nieuw. Oh, leuk. Vraag 1. Wat is jouw meest memorabele oud en nieuw? Ik denk misschien de allereerste keer dat ik het echt ging vieren. En toen ging ik voor het eerst eens drinken. En toen was ik natuurlijk helemaal, helemaal teut. Oh, Toen was ik best wel jong. Maar dat is wel wat ik altijd zou herinneren. Ja. Maar vorig jaar was heel leuk. Toen waren we in Amsterdam, toen woonde ik daar net. Oh, ja. En toen, ook na een half jaar. En toen gingen we gewoon door de stad. En gingen we elke keer met al vrienden mee naar die club. En dan weer naar die club. Oh, en dan vroeger toch. Ja, dat was echt wel heel leuk. Ja. Dus ik denk dat dat eigenlijk toch de leukste keer was. Mijn leukste oud-nieuw was denk ik gewoon vorig jaar. Ze hadden wel zo'n themafeest, ging ik als Spice Girl. Leuk! Alleen maar dierbaren. Dat vind ik wel heel fijn. Ja, dat is heel leuk. Ik weet niet, ik heb altijd met oud en nieuw. Mensen willen heel graag het allerleukste doen. Weet je wel, het moet het leukste zijn. Je moet het leukste feestje hebben. En ik voel me altijd heel veel druk. En dan, ik moet altijd huilen om 12 uur ook. Want dan mis ik iedereen die is overleden. Dan mis ik dan heel erg. Ja, en dan... Want die vraag had ik er ook nog bij trouwens. Oh, ja. Mis je iemand met oud en nieuw? Oh ja. Ja? Ja, mijn opa nam maar heel erg. En dan moet ik altijd huilen. Vierde je het dan ook vroeger met hun? Ja, volgens mij deden we wel altijd even gewoon met elkaar. Ja, en dan nu is het 12 uur en dan voelt het voor mij altijd beladen. En dan moet ik altijd huilen. Oh. Ja. Wel goed. Maar jij doet dus ook. Ja, mijn opa en oma ook. Ja. Hoe ga je dit jaar vieren? Nou, ik ga dus een feest geven. Oh, wow. Ik heb een heel... ik heb midden in Amsterdam heb ik een heel gek oud huis. En het is heel leuk. Alleen, er kan ook weinig kapot aan dat huis. Ja, ik wil ze een feestje geven. En dan ook voor Kenji en voor zijn broer en voor zijn vrienden. Die kunnen ook gewoon meekomen. En dan mijn vriendinnen. Leuk. Dus wel echt lekker met mensen waar ik het meest close mee ben. Ja. Dat vind ik echt fijn, leuk. Hè? En dan lekker met Kenji samen voor het eerst. Vind ik ook heel leuk. Heel leuk. En dan Jan komt af en mag ze me troosten. Maar ja, hoort erbij. En dan echt ook je eigen feest. Dat is wel heel leuk. Ja, standaard vraag. Heb je goede voornemens? Ja, ik heb goede voornemens. Liever zijn voor mezelf. Oh, ik denk al. Ja, goeie. Liever zijn voor Kenji ook, want ik kan heel kattig doen als ik gestrest ben. En voor mijn moeder ook liever zijn. Gewoon liever zijn in het algemeen voor mezelf, zachter. Meer mijn grenzen aangeven. Maar gewoon meer ook aan mezelf denken dat als dingen te veel voor me zijn, dat ik dan gewoon het niet doe. En niet om een ander te pleasen het wel doen. En een vriendin heeft me geleerd dat ik in plaats van nee kan zeggen liever niet. Of ik denk erover na. Ja. En dat wil ik ook heel graag vaker doen. Ja. Maar nu merk ik gewoon dat ik zo... Ik ben altijd overal, weet je wel. Dan moet ik weer hier en hierheen. En dan... Wat zou je echt willen? Ik weet echt niks nu. Nieuwe hobby. Zou je niet willen leren naaien of kleien of zo? Gewoon door met dit. Wie ga je als eerst knuffelen om 12 uur 's nachts? Nou, wie zou het nou zijn? Wat een moeilijke vraag. Ik denk mijn buurman. Nee, Kenji natuurlijk. Leuk. Is dat je eerste autonomie moet hebben, toch? Ja. Ja. Oh, heel leuk. Alles wat wij doen is zeg maar voor het eerst. Ook voor het eerst al zijn we boodschappen. Leuk. Voor het eerst zijn we dit, zijn we dat. Echt leuk. Leuk, hè? Heerlijk. Ik had ook vorig jaar toen mijn vriend... Dat je dan echt elkaar aankijkt en weet van, oké, om 12 uur, wij gaan elkaar nu als eerste knuffelen. Leuk, hè? Zo fijn. En ik hoop dat hij meteen huwelijk vraagt, maar ik denk het niet. Nee, toch niet nu al? Nee, denk ik ook niet. Hint. Als hij... Oh, helaas. Stuur deze video naar kijkt, hem. Dan heeft hij nog precies 7 dagen om iets te regelen. Al is het uit de snoepautomaat, het is goed. Of zeg, ja, doe dat, Kenji. Doe gewoon een ringetje uit de automaat, zeg je, over binnenkort... Het is meer gewoon dat idee dat dan... Mijn vader heeft mijn moeder volgens mij wel met oud en nieuw gevraagd. Ja, en die komen ook uit een datingprogramma. Ja. Nou, zie je? Maar het mag ook, hij mag ook zeg maar nu een snoepring geven en dan zeggen volgend jaar. Ja. Dat mag en dan ook. Is de cirkel weer rond. Ja. dat is ook goed gekeurd. Waar ben je dankbaar voor het afgelopen jaar? Oh, nou, ik doe dit eigenlijk elke dag als ik in bed lig. Ja, ook omdat ik me soms... De laatste tijd kan ik me soms een beetje dan... Nou, duister is overdreven, maar kan ik me een beetje zo...
down voelen. Ja. En dan lig ik in bed en denk, waar ben ik dankbaar voor? Sowieso voor de liefde. Ik ben heel dankbaar voor de liefde. Sowieso van iedereen de liefde. Van mijn vriendinnen, mijn moeder, mijn hondjes, mijn vriend natuurlijk. Mm-hmm. En dankbaar voor het avontuur wat ik heb mogen beleven. Ben ik echt heel dankbaar voor. Wow. En het lijkt wel alsof alles... Ja, ik weet niet. Alles klopt wel of zo. Het valt eindelijk voel ik het alsof alles op zijn plek valt. Doe je aan Dry January? Absoluut niet. Laatste vraag. Wat is jouw favoriete snack bij de oliebollenkraam? Ja, zo'n appelding vind ik heel lekker. Heerlijk. Maar ik weet niet of die vegan is, want ik heb het eigenlijk niet meer gegeten, denk ik. Sinds ik ben pas 2 jaar vegan, hè? Dus daarvoor had ik het wel dan. En een oliebol is wel vaak vegan, die eet ik wel altijd. Lekker. Ook. Maar kijk, dan kijk ik ernaar en denk ik, en dan eet ik het denk ik, toch lekker. Het is zo lekker. Maar wat heb je liever? Een oliebol / appelbeignet of een glas champagne? Nee, dan wel even zo'n appelbeignet. Vind ik wel heel lekker, ja. En champagne vind ik ook lekker, ja. Wat kies je? Appelbeignet. Ja, lekker. Ik zou ook appelbeignet kiezen. Ik heb nog geen oliebol op dit jaar, jij? Nee! Oh. Lekker, wordt zo de eerste. Yummy. Oh, heel lekker. Ja, en over oliebollen gesproken. We gaan naar mijn hap. De hap van Charlotte. En die noemden we... Zucchini. Bollen of oliebollen? Ja, wat je wil. Ik vind dan even oliebollen. Zucchini oliebol. De zucchini oliebol. Heel leuk. Leuk. Ik ben benieuwd. Het is wel even een klein werkje. Maar is het hartig? Ja. We gaan dus zucchini oliebollen maken. Het is een gerecht dat ik echt super lekker vind. Vaak gaat er ei in, maar dat hoeft dus niet. En meestal bak ik dit in de pan als een soort van dikke pannenkoekjes. Ja, ik denk dat heel veel mensen het kennen. Oh, ik ken het denk ik ook wel, ja. Doe je ook wortel erin? Nee, sommigen doen wortel, sommigen doen erwten, sommigen doen aardappel. Maar doen eigenlijk niet echt per se iets erbij. Maar wat ik dus had bedacht, voor oud en nieuw... gaan we ze dus frituren. Dus iets minder gezond. Ja. Maar we gaan er echt bolletjes van maken. En dan krijg je eigenlijk gewoon een soort hartige oliebolletjes. Leuk, lekker. Klinkt goed. Superleuk. En wil je het wat gezonder, dan kan je ze dus ook gewoon lekker in een pannetje bakken. Lekker. We hebben nodig. Je hebt nodig 2 courgettes. Bij mij had ik gewogen, was het ongeveer 500 gram in totaal. 2 witte uien. De ui was ongeveer 150 gram in mijn recept, voor wie het wil weten. 1 bosui. In mijn vorige recept was het ongeveer 120 gram. Wat lekker, bosui. Ja, hou ik echt van. 30 gram verse dillen. Het moet wel echt vers zijn bij dit recept. Heeft wel een hele specifieke smaak, hè? Ik hou jij niet. Dit is heel lekker in dit gerecht. Ja? Ik hou ook niet van dillen, ja. 10 gram verse munt. Hou ik eigenlijk ook niet van. Jij? Ik ben vind heel lekker benieuwd wat je ervan gaat vinden. Ja, munt vind ik heel lekker. Ja, straks vind ik het echt vies. Dat kan. Het is best wel heftig van smaak. 10 gram verse peterselie. Ik heb trouwens bij de grammen, dit is zonder de harde stukjes. Dus de harde stukjes heb ik al weggehaald. Bij peterselie kan je wel een beetje stil. Maar voor bij de dillen heb ik echt de hardste stukjes helemaal weggehaald. Bij de munt moet je echt alleen de blaadjes. Dus het gewicht is echt alleen die blaadjes. Misschien lust je dit ook niet. 20 gram koriander. Oh nee, lust ik ook niet. Nee. Nou, ik ben heel benieuwd wat jij ervan gaat vinden. Dus, ik ben echt een makkelijke eter, maar ik heb heel erg... Kruiden dus. Koriander is bij mij zeep. Ja. Bij jou dus lekker. Heerlijk. Bij mij zeep. Om avocado en echt royaal. Ja? Ja. Ik ga het proberen. Ik ben dan heel benieuwd wat je van dit gerecht gaat vinden. Ja, waarschijnlijk dus niet heel geweldig. Waarschijnlijk hou je dus ook kruiden over. Ik wel. Dit bewaar ik voor later nog in de yoghurt / mayonaise dip. Maar ja, los lus je het niet, maar misschien wel in een geheel. Ik vind het ook weer niet vies. Ik vind niks echt vies. Alleen cirkel. Wat vind jij echt vies? Hutspot. Vind ik zo goor. Oh, dat vind ik ook echt goor, ja. Wortel, ja. Warme wortel. Ja, vind ik ook vies. 15 gram gemalen komijn. 10 gram gemalen kurkuma. 1 citroenen. Hiervan gebruiken we en de zest, dus de schil en het sap. Oh, 1 limoen, hiervan gebruiken we alleen het zest, dus de schil, de rasp. Hoe heet dat? Zest. Oh, wat mooi. Ja. En een pakje paneermeel. Je gaat niet alles nodig hebben, maar wel een groot gedeelte ervan. 200 gram bloem. Ik gebruik best veel bloem in dit recept, omdat we dus geen ei gebruiken. Oh ja, dan bindt het, hè? Precies. Dan kan je dus frituren in rijstolie. Dat hadden wij gedaan, maar we hadden de olie buiten gezet. Het is heel erg, want toen is er een slakje ingekropen. Ik dacht, als ik dit aan jou vertel, word je echt verdrietig. Oh, hij is verdronken. En die is gestorven. Oh, eeuw. Ik dacht, die olie gaan we niet meer gebruiken. Eeuw.
Wat zielig. Ja, heel zielig. Maar het kan natuurlijk ook in zonnebloemolie of een andere olie om in te frituren. Ik frituur nooit. Ik hou niet heel erg van gefrituurd eten. Ik voel me vaak misselijk. Nee? Ja. Niet van patat? Nee, ik ben niet zo van frituur. Oh. Dus zelf zou ik dit ook eerder lekker gewoon in een klein laagje olie als een pannenkoekje doen. Maar nu voor oud en nieuw is dit leuker. Dan als laatste hebben we nodig 250 gram yoghurt, vind ik het lekkerst. Of dus vegan yoghurt. Mm-hmm. Maar we hebben dit nu open, dus daarom doen we gewoon mayonaise. Dat is ook lekker en dat wordt een klein dipje voor erbij. Lekker! Dat was hem. Ik denk toch dat ik het wel lekker ga vinden hoor. Jij gaat het wel lekker vinden. Ja, denk het ook. We gaan de courgette raspen en dat kunnen we gezellig samen doen, want ik heb dus twee raspen. Leuk! Wordt een hele andere video. Kijk eens, moppie, ik heb een courgette voor. Maar schijnt dus dat het niet uitmaakt, hè? Pesticiden gaan erin. Oh. Natas heeft me dat geleerd. Echt? Ik neem bijna altijd bio, maar ze hadden nu geen bio. Nee, ik had het laatst ook bij de appie, hadden ze ook geen bio. Jammer. Terwijl Natas zegt echt dat die pesticiden erin gaan, dus dat je het niet hoeft te wassen alleen voor het zand. Nou, want ik dacht, ziek, hè? Bij bananen denk ik wel eens, wat heeft het zin om bio te nemen? Want die eet de schil niet, maar dat trekt er dus in. Ja, maar bananen is wel minder erg. Je hebt de dirty bla bla bla. Dirty dozen of zo, dirty... Een lijst of zo? Ja, en dan zie je bijvoorbeeld druiven, aardbeien, spinazie, dat is heel slecht. Ja? Waarom ik hem zo snij? Omdat het chills is om hem zo te raspen, want dan krijg je langere slierten. Maar ben je lui, mag je hem ook zo raspen. Maar wat deed jij? Oh, zo. Ja, want dan kan je hem zo doen. Ik vind dit wel altijd heel eng. Langere, ja, ik doe even zonder plank gewoon uit luiheid. Kijk, dit gaat eigenlijk heel snel. Maar jij hebt een iets minder chill raspje misschien. Oh. Ja, lange sliert is chill, want dan blijft het bolletje wat meer in geheel. Ik heb altijd een soort angst met dit. Ik weet niet waarom, maar ik heb een angst dat ik me dan schaaf hieraan. Ja, ik zit nu ook echt heel eng met mijn hand al. Het lijkt dat ik mijn hand aan het raspen ben. Eeuw! Als ik er naar kijk, word ik helemaal akelig. Ik vind het wel lekker of zo, raspen. We raspen dus in Babbelhap ineens superveel. Je hebt wel hele mooie slierten. Dank je. Wauw. Het duurt wel uren, maar het gaat wel goed. Je mag ook nu met deze hoor, want ik ben al klaar. Maar ik vind het gewoon echt zo eng. Ik heb denk ik als kind een keer dit gedaan en toen heb ik me denk ik opgehaald. Ja. Ik heb dat met honden. Oh, ben je bang voor honden? Nou ja, ik ben dus vroeger gebeten door een hond en er blijft altijd een kleine angst. Ja, dat snap ik wel hoor. Heel jammer. Mijn eerste reactie is soms bij een grote hond eventjes... Ik vind het dus niet fijn als ze in mijn gezicht gaan springen ofzo. Nee, dat snap ik wel hoor. Ook helemaal als je zo'n trauma hebt, ja, toch? Weet je dat je courgette ook heel lekker rauw kan eten? Oh. Heel veel mensen weten het niet. Ik hoop dat het een lekker... Nee, niet. Is het een goede courgette? Want we hadden laatst een courgette die was bitter. Deze is denk ik goed, maar ik weet het niet. Maar kan je dit gewoon rauw eten? Ja, is die bitter? Nee. Nou, top. Hier gaat dus nu best wel wat zout bij, zodat hij gaat uitlekken. Oh, ja. Kijk, ik heb mijn wood onion gegeven. Oh, wat lekker. En ik weet dus nooit of je alles kan gebruiken, maar je kan dus alles gebruiken. Ja, alles. Top. Woehoe. Kijk, er gaat echt wel veel in. Maar dat gaat... Ik ben een soort aangeschoten. Ja, bij mij valt het ook heftig, maar we hebben niet heel veel gegeten, denk ik. Hoe is dat? Wil jij nu een oliebol? Ja. Pak er lekker in. Oké. Er gaat dus heel veel zout op, omdat dat zout gaat straks in het vocht ook mee. Dus dat blijft er niet in zitten, zeg maar. Het sap wat hieruit komt is dus echt donkergroen zout vocht. Dat is heel apart. Hoe is de oliebol? Welke heb jij dan met... Oeh, heb je die met kaneelsuiker? Of niet? Ja, ik denk het heel lekker. Heel lekker. Heb je nog niet geproefd? Nog niet. Echt super lekker. Wat? Dit moet je als eerste doen, je courgette raspen. Waarom? Die moet even 10 minuten uitlekken. Ik denk dat hier heel veel water uit gaat komen. Hoppa. Ik wist het niet hoor, dat hier helemaal vocht uit kwam. Ja, heel veel. Ik ga even ruimte maken op mijn plank, dus de roskruid gaat hierin. Ik zie ook dat er een paar droge stukjes bij zitten, maar ja, we gaan het frituren, dus het maakt niet heel veel uit. Uitsnijden. Ja, jij mag er ook eens snijden, maar ik kan ze ook allebei snijden. Ja, ik doe niks. Ik ben tevreden hier. Wil je ook een ei? Nee, alsjeblieft. Want ik ga je huilen? Ja, en ik vind het vreselijk als mijn handen dan een week ruiken naar ui. Huh? Is dat niet? Nee. Als ik knoflook en ui doe, steek je mijn handen altijd heel lang. Ja, knoflook wel. Oh, mag je ook een taak, mag je het in de bak schuiven. En dan mag je dus de schil van de limoen en de citroen gewoon samen in dat bakje doen. Dat vind ik altijd leuk als mensen hier dan iets voor het eerst gaan doen. Grappig, hè? Maar ik ben dus gewoon echt niet zo'n keukenprinses, maar... Er maakt toch niks uit? Daarom was het juist wel leuk dat je op Love Island wel een beetje bekend stond om je tofu-ei. Grappig, hè? Maar echt, die meiden vonden het dan ook. Zeiden ze, oh, ga je dat maken? Oh, wil je het voor mij ook maken? Heel leuk. Het is heel lekker. Ze stonden er wel echt voor open. Ja, fijn. Alleen die jongens aten daar zoveel ei. En ik vond dat wel echt moeilijk om te zien, hoor. Mannen jongens, eten heel veel ei. Mannen die veel sporten, die eten soms gewoon 5 eieren. Bizar. Mijn vriend heeft ook altijd het idee van, als ik heb gesport, dan moet ik een ei eten.
Terwijl als je bijvoorbeeld What the Health of zo hebt gekeken, zie je dat ei helemaal niet goed is. Maar het is maar net waar je in gelooft natuurlijk. Ook voor je cholesterol. Ja, ja, die gaat echt door het dak als je zoveel ei eet. Nou, wij proberen dus nu wel, ondanks dat ik er soms buikpijn van krijg, echt meer bonen te eten. Om daar eiwit kan je, ja, misschien kan je lichaam ook een beetje laten wennen of zo. Nou ja, bonen kan ik zeg maar wel tegen. Het is niet dat ik doodga zoals met soja. Doodga. Mm-hmm. Alleen, dat is gewoon een opgeblazen gevoel. Maar dat is in principe een dag later weg. Dus dat is oké. Dat neem ik dan voor lief. En kikkererwten? Hetzelfde. Mm. Want ik at een tijdje dan heerlijk gewoon een kikkererwten gewoon uit zo'n pot. Lekker. Met zout. En dat vond ik dan een heerlijk avondeten. Het is wel lekker, ja. Ik vind het super lekker. Ik ben er echt gek op. Van mij hoeft vlees echt niet. Ik ben helemaal niet zo'n vleesliefhebber, hoor. Ja, grappig, hè? Dat ik dan helemaal dat... Dat was echt mijn lievelingseten. Maar daarom vind ik het juist echt super goed dat je dat niet meer doet. Het is wel grappig, hè? Gewoon om principe, zeg maar. Heel goed. Om het idee. Ik vind het echt top. Dus is dit trouwens goed? Of is het te weinig? Mag nog wel iets meer. Oké, maar dus niet dat wit, hè? Nee, een beetje maakt niet uit, hoor. Vorige keer dat we naar de kinderboerderij gingen, was geen succes. Want ik merkte dus dat ik daar als een soort activist ging rondlopen. Oh my god, wat doe ik allemaal? Dan was er een stier en die stond... Is er eentje die kon zeker? Niet zich omdraaien, zo klein. En dan denk ik, ja, ik loop hier dus nu niet fijn. En dat maar je zou daar eigenlijk dan wel iets mee moeten doen, hè? Maar ik zit te denken, wat? Ik maar... vlog het dan soms. En ja, dat is goed. Toen heb ik gezegd, ik ga vanaf nu stoppen met vlees eten. Nou, dat is dus tot nu toe nog alleen maar koe en varken en zo geweest. Nee, je doet al wel iets, toch? Ja. Het is echt al een stuk minder. En het is ieder zijn eigen pad ook, of zo, snap je? Het is, bij de een duurt het zo lang, bij mij duurde het ook 18 jaar voordat ik het snapte. En nou, de een gaat het wel, nooit doen natuurlijk. Ik vind het wel echt van, alles wat je minder doet is echt oprecht, in dit geval echt een dier of een... Ja, ja, ja. Ja, iedere keer dat jij geen kip eet, heb je dus een kip gespaard. En waar ik ook heel erg van schrok is, als je bedenkt, een bucket, bijvoorbeeld met wings. Oh, wat erg, hoeveel dode kippen daarin zitten. Ja, een kip heeft maar 2 vleugeltjes, hè. Dat is ook waar ik met kip de laatste tijd een beetje moeite mee heb. Ja, want dan is weer een soort van het ethische dilemma. Van een koe haal je wel veel meer uit. Dit is exact wat ik wou zeggen. Ja, zo dacht ik ook altijd. En toen dacht ik laatst, oh mijn god, kip is nog erger. Want je hebt dus meer levens opgegeten. Maar ik denk dat je jezelf minder snel ziet knuffelen met een kip dan met een koe. Nou ja, dat is het dus. Ja, dat is heel gek. En als je in de ogen kijkt, een koe, ja, ik word intens verdrietig. Ja, koeien kunnen ook huilen, hè? Wist je dat? Ja. Het is echt bijzonder. En varkens kunnen glimlachen. Varkens zijn zo lief. Ja, varkens zijn net hondjes. Ik heb vroeger een reclame gespeeld met een varken. Echt? Ja, als kind. Van wat? Dat was een kindmodel. En toen had ik een Center Parks reclame gespeeld met een varken. En wat moest je dan doen? Dus hem aaien. En dan zeggen, dag knorretje, tot de volgende keer. Oh, wat schattig. Dat is wel heel leuk. Oh, dat ga ik een keer opzoeken. Heel schattig. Hoe kan ik dat vinden? Center Parks en dan reclame? Ik weet ik zal het je welk jaar is het? Dan ga ik het zoeken. Dan mogen die slierten wel hierbij. Dan ga ik dit hakken. Maar kijk hoeveel verse kruiden erin gaan. Maar als je wat lekker. Een kruidje ervan niet lust, kun je het makkelijk weglaten hoor. No worries. Ja, grappig als ik dan alles lekker vind, behalve dan heel veel kruiden. Raar. Ik ben gek op kruiden. Ja, maar misschien ben ik het ook niet gewend. Want volgens mij doet mijn moeder ook nooit echt verse kruiden erin. En ik vond vroeger bijvoorbeeld... Je mag roeren. Ja? Ja, misschien is het nu minder erg. Wat ik ook helemaal niet lekker vond als kind is nootmuskaat. Oh ja, dat snap ik wel. Maar dat heeft ook zo'n uitgesproken smaak. Ik ga eventjes het grootste deel van de rasp hierbij doen en een beetje bewaren voor de yoghurt. Heel lekker. Zo. Dit hou ik over. Of nou, yoghurt mayo. Het is wel echt een groen maaltje. Het is helemaal groen. Daarom green. Voor oh nee, ze heten niet green balls, maar eigenlijk moeten ze toch zucchini. Green balls heten. Ja, het zijn weer green balls, ja. En dan ga ik een halve citroen uitpersen. Voor het yoghurtdipje. Oh, het mayo dipje. Moet ik dit erin doen? Ja. Echt? Ja. Lijkt zo gek. Ja, dan gaat het binden. Ik zou persoonlijk trouwens, ik vind yoghurt lekkerder hierbij dan mayo. Lekker fris, maar mayo is ook goed. Ja, en je mag het ook met je handen roeren, maar ik weet niet of je daarvan houdt. Eigenlijk niet, maar ik kan het wel doen. Het is wel lekker met dit. Ja, veel is het, hè? Het is trouwens echt moet voor... Moet alles erin? Ja, het is iets voor 25 ballen of zo. Het is een beetje een groot recept. Maar ja, je kan het als je ook veel minder... visite krijgt. Ja. Nou, het chillen is... Oh, dit is wel echt... Dit lijkt van vroeger. Het is lekker, hè? Brood tegen. Ja. Het chillen is wel dat je deze ook heel makkelijk daarna in de oven weer kunt opwarmen of koud kunt eten. Ja, dat is wel heel chill, ja. Dus dat is lekker. Limoensap gebruiken we dus niet. Hier zit nu het citroensapje bij. Dan wordt hij ook wat dunner. Kijk, hij is heel zuur, maar ik hou ervan. Je kan ook minder doen. Oh, en de kurkuma en de dinga's. Ik denk al, wat is hier groen? Kijk, dit gaat het heel mooi maken. Komt ze maar. Jouw handjes. Oh. Een heksje lijkt het. Of een cringe, lijkt ik ook. Kijk eens, het wordt zo lekker. Ik ben zo benieuwd wat je hiervan vindt.
Het is een eigen recept trouwens. Oh, echt? Gebaseerd op een gerecht wat ik vaak in een restaurantje eet. Oh, wat leuk. Oh, dat is wel heel leuk. Dus helemaal een beetje eigen ding. Ja, en ik heb samen met mijn vriend hem steeds echt opengemaakt en geraden van wat zit er nou allemaal in. En af en toe ook gevraagd, maar vertellen niet alles. Oh, dat is wel heel leuk. Oh, ja. Er zit wel echt te knoeien, sorry. Dat mag. En op internet heb ik geen één recept gevonden die zoals deze is. Dus dat vind ik superleuk. Heel leuk. Dus eigenlijk moet het iets hebben met jouw naam erin. Ja. De naam van het recept. Nou, ik heb tot nu toe best wel veel eigen recepten. Vind ik toch wel leuk. Ja, is leuker, hè? Ik ga hier de kruiden bij doen. Maar lust je komijn? Nou, eigenlijk niet. Nou, vroeger lustte ik dus geen komijnkaas. Oh, wat lekker. Ja, er zit hier maar wel, hoe kan je nou alles erin doen wat ik niet lekker vind? Er zit ik nu te denken, wel echt hele aparte smaken hierin. Echt alles waar ik zeg maar niet van hou. Maar misschien nu ik ouder ben, dus ik het wel allemaal, hè? Ik ben zo benieuwd, want het is echt heel lekker. Maar ik lijk echt te zeiken, terwijl normaal ik eet alles, zeg maar. Ja, maar ik denk dat jij misschien niet weet wat er allemaal in iets gaat. En dat je het misschien puur niet lust, maar wel in een... Ja, dat kan ook. En bij komijn moet ik altijd denken komijn en kaas. Snap ik. Die oliebollen waren ziek, maar voor wie heb je allemaal gehaald? Voor de hele buurt? Voor deze show, gewoon voor de versiering. Want zag het er zo heel lekker kielig uit. Ja, dat is waar. Twee oliebollen. Ja, en voor de volgende aflevering natuurlijk. Oh ja. Dan... is het handig om nu even het pannetje... Oh, je mag dit nog roeren. Dit is geen ei. Het pannetje frituurolie vast even aan te zetten. Lekker, ik ben wel heel benieuwd. Ik heb wel echt zin erin. Lekker hartig. Ik heb dus laatst pas voor... Nou, misschien de vierde keer mijn leven gefrituurd. Ik doe dat echt nooit. Helemaal vol met olie ook. Ik wil eigenlijk nog eens zo'n ding eten. Zo'n ei-ding. Ja, tuurlijk. Het is echt lekker. Wil je dit courgette zelf eens proeven? Ik denk dat het heel zout is. Ja, ik vind het leuk. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Oeh, het staat me wel een beetje tegen... Is het bitter? Heel zout gewoon. Ja, zie je, al dat zout is daar naartoe gegaan, hè? Ja, het heeft wel wat. Dit heb ik dus, toen ik het ging oefenen, pas voor het eerst gedaan. Want normaal maak ik dit dus met ei zonder paneermeel. Dus dan gaat dit gewoon nu de pan in, zeg maar. Maar nu gaan we het paneren. Heb jij al eens gepaneerd? Nee, ook niet. Het is gewoon wat om een koket zit, hè? Lachen, hè? Ja. Zo maak je ook alles lekker, denk ik, hè? Grappig, ja. Heel leuk, heel benieuwd. En dan kan je dus met een lepeltje of zo, of met zo'n ijsbolletje stang, vond ik wel leuk. Oh, wat leuk dit. Ik ga een bal maken en Kimmy gaat met Poesie knuffelen. Kijk nou. Poesie. Hi, schattige kleine witte baby. Wat vind je? Oh, ze vindt het wel leuk. Ze zit lekker chill. Ze zit echt te kijken van wat doe je. Wat een schatje is het, hè? Hi. Je bent heel lief. Vind je weg? Oh, je bent heel lief. Ook schaar bijna het hier. Oh, ze is zo lief. Ja, het is echt een doetje. Oh, maar dit wordt wel lekker, denk ik. Ja, ik gebruik dus deze tang, maar het voegt niet heel veel toe, want uiteindelijk maak ik alsnog. Maar het is meer dat je een beetje de grootte hebt of zo. Lekker! Met je handen. Het is dus helemaal niet erg als er een beetje wat sprietjes uitsteekt of zo. Ik ga het gewoon zulke balletjes maken, dat is het eigenlijk. Er zit niet heel veel paneer op, zie je? Het valt mee. Beetje. Ziet er heel lekker uit. Het is heel lekker. Ik heb dit nog nooit gedaan, zo gefrituurd. Ja, ik heb dat dus ook bijna nooit gedaan. Mijn schoonmoeder zei dat je een houten lepel erin moet doen. Zij zegt dat als je zo doet en je ziet belletjes, is hij klaar. Dus hij is nog steeds niet klaar. Zet hem even wat harder. Hier liggen dus alle balletjes. Zie je dat het gaat bubbelen? Ja. Oh ja. Dit is de truc. Geweldig. Heb ik dus van de week geleerd van mijn schoonmoeder. Heel slim. En dan gaat hij erin. Wee! Cool, hè? Wow, dit is wel echt goed. En dan kunnen er echt wel drie tegelijk in. Hoppa. Oh, hij gaat een beetje hard. Wow. Ik denk dat mijn olie iets te hoog staat. Maakt niet uit, jongens. Het is oké. Als je geen schoonmoeder hebt om je te vertellen hoe het moet, maakt het helemaal niks uit. Oké, ja, ik denk dat ik ze er wel uit kan halen, de balls. Oké, deze kunnen er nu ook uit. Het is dus geen tijd die er hoe lang het erin moet, gewoon tot ze goudbruin zijn. Oh, wat cute dit. Ja, zo'n papiertje onder is wel lekker om het ergste vet erin te laten trekken. Dit zijn toch gewoon oliebollen? Ik vind het zo leuk. Den balls. Oh, wat mooi, schat. Heel mooi. Het eindshot van de balls. Heel mooi. Het leukste natuurlijk als je dus zo je hele... ding vol doet bijvoorbeeld met ballen. Maar wij houden het nu even hierbij. Ik zal er even één openbreken voor het shot. Oh, ik ben heel benieuwd. Voorzichtig, hè, dat je niet brandt. Oeh. Oh, lekker. Ja, mooi, hè? Wauw. Oeh. Oké, we gaan proeven. Leuk, ik ben benieuwd. Kijk of deze moeilijke eter het lekker vindt. Ik ben zo benieuwd wat je gaat vinden, hè? Oké, dan is het tijd voor de taste test. Ik ben heel benieuwd, met een dipje. Oké, eet smakelijk. Cheers. Oh, ik ben echt benieuwd. Misschien vind je het wel heel vies. Mmm. Heel lekker. Ja. Had ik niet verwacht. Maar het smaakt naar kaas. Heel raar. Je zou maar nog eens een hapje moeten proeven. Misschien zonder dat sausje. Wat je er dan van vindt.
Nou, het is echt serieus lekker. Ik had het niet verwacht. Lekker? Ja. Nee, het is echt heel lekker. De kruiden vallen wel weg nu, toch? Mm-hmm. Maar je proeft wel dingen. Het is echt lekker. Sorry voor de mond, maar... Ik vind het ook wel lekker. Ook maar blij dat jij het lust. Dus Kimmy lust ongeveer 80% niet van wat erin zit. En vindt het echt toch bizar. Lekker. En toch vind ik het lekker. En sorry voor het groen gebit, als ik dat nu heb. Nee, joh. Een beeldje in als je dit dus gewoon eventjes gezond in een klein laagje bakt. Dan is het echt super healthy. Mm-hmm. Nou ja, super healthy. Mmm, echt lekker. Ik vond dat van jou ook echt mega lekker. Ik hoop dat mensen dit gaan namaken. Ik zou het heel leuk vinden. Ik neem nog een beetje. Nou, ik neem even een sloekje. Zou ik ook heel leuk vinden. Moet ze eigenlijk even laten weten. Foto's sturen of taggen of zo. Graag, leuk. Het is echt heel lekker. Ja. Maar wat doet me dan denken aan kaas? Komijn. Oh ja. Oh my god, ja. Komijn. Wil je vegan worden, hou je heel erg van kaas. Eet heel veel komijnenkaas een maand lang. Stop dan en eet dan komijn en dan doet het je denken aan kaas. Serieus, het is echt zo. Dat doet me echt denken aan kaas. Het is heel lekker. En dit smaakt eigenlijk een beetje naar yoghurt nu door al die citroen, vind ik. Ja. Grappig. Mm-hmm. Nice. Lekker. En wat ook lekker is, is dat we nu een pakket mogen weggeven. Leuk, heel leuk. We gaan een heel lekker pakket weggeven die je dan voor oud en nieuw in huis hebt. Zodat je allemaal lekkere dingetjes kunt eten. Oh, superleuk. Ik ga het erbij pakken. Super. Heel lekker. Wij hebben dus een heerlijk pakket, maar we gaan op Instagram laten zien wat er allemaal in zit. Oh, leuk. Dus leuk. Ga nu naar Instagram en daar zie je ook wat je moet doen. Leuk. Sowieso moet je even deze video liken. En abonneren. En een reactie achterlaten. En dan de rest zien op Insta. Ja, moet wel. We hebben zo ons best gedaan. Ja. En wat ik trouwens ook nog even wou zeggen. Ik had dus Oh ja. Yeah. Oh, dit is zo leuk. Ik heb dus dit telefoonhoesje laatst gevonden. En toen dacht ik meteen aan Kimmy. Dus ik had voor jou ook een hoesje gekocht. Oh, dat is zo lief. Dankjewel. Helemaal cadeautjes. Maar waarom is het met pepertjes, denk ik? Waarom dacht ik aan jou? Ja, ik heb dus een kledingmerk. Spicy heet het. En ja, dat zijn pepers. Mijn logo is een peper. Ja. En when life is boring, make it spicy is altijd zo mijn leuk. Slogan. Ja. Yeah. En dat zijn eigenlijk oversized blazers met een hele toffe print op de achterkant, ja, toch? Ja, ik miste gewoon heel erg. Ik draag zelf heel veel blazers en toen mis ik gewoon een beetje dingen voor erop, weet je wel. En toen heb ik dat bedacht en toen is het een beetje gaan rollen. Superleuk. Ja, dus echt superleuk. En er komen ook hele leuke nieuwe dingen aan. Oh. Ik ga ook dus het een beetje uitbreiden. Dus ik vind hem heel leuk. En het is echt, ja, het past echt bij me. Leuk, hè? Wat is dat ook? Een leuke fles. Oh, wat lief. Dankjewel. Oh, dit vind ik heel leuk. En ik vind het super handig. Want ik had vandaag koffie in een mok in de auto. Ja. En dat schiet natuurlijk niet op. Oh ja. Dat zit overal. Heel handig. Chill. Asje, ik vond het zo leuk dat je er was. En ik ben ook weer zo blij. Want ja, bekende gezichten die je persoonlijk heel niet lief. Kent. Je weet niet hoe het gaat zijn, maar het was echt zo gezellig. Ja, het zou zomaar heel kut kunnen zijn. Ik heb ook helemaal weet nog zin om na te kletsen. We hebben hiervoor lekker gekletst. Ja, gaan we doen. I love it. Leuk. Helemaal leuk. Heel leuk. Ga dus naar Insta voor de winactie. Bedankt voor het kijken, jongens. Dankjewel voor het kijken. Volgende week komt een nieuwjaarspecial. Leuk. En Happy New Year alvast. Happy New Year. Doei. Lekkie. Oh. Oeps. Nou, voor Kimmy geen drank meer. Wat ik doe. Moet ik iets zeggen? Kim, zit je nog aan de champagne? We moesten even een winactie opnemen. Oh. Heerlijk. Hey. Zal ik het een beetje eruit doen? Ja, sorry. Nee, jongen, champagneverspilling. Ha, weet jij iets leuks wat we kunnen doen voor de winactie? Net als vorige keer met ho, ho, ho. Hier is de kerstman. Maar dan voor oud en nieuw. Dat is ook heel dom. Ja, dat is heel dom. Oh, nu kunnen we eindelijk die oliebollen gaan opeten. Oh, lekker. Heerlijk. Ik neem een eentje met kaneel. Ik heb hem aangeraakt met mijn tand. Dat boeien. Lekker, man.